En ik wil het graag met u doen. Op 18 april bent u s'avonds van harte welkom op het gemeentehuis om samen met ons te praten. Nou, wat we in ieder geval in het begin van deze avond even met u zullen bespreken is van... Oké, wat hebben we nou eigenlijk gedaan op 1 en 2 november? Wat hebben we opgepakt? Wat ligt er nog voor? En hoe gaan we daar door? Nou, volgens mij hebben we daar wel wat sheets over. Get stupid, don't worry about it. People will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started. Ik zie dat u iets uit hebt gescheurd, die je vindt. Ja. Waarom? Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Om een macht diervriendelijker te worden. Ja, en dus met dieren, met kinderen. Zit hij dan aan dierentuin of tegen? Nou, meer aan het stadsboerderij. Stadsboerderij. Oké. Dus dat moet u maar wel hebben. Ja. Mevrouw, waar bent u op naar zoek? Ik weet het nog niet zo goed waarnaar ik op zoek ben. Ik vind het wel een hele lastige. Ja, het is niet een speciaal onderwerp waarvoor u een plaatje wilt plakken? Ik kom namens mee, dus ik wil toch kijken of het iets is voor mensen met een beperking waarvan ik denk, nou, dat is goed om in om- en aandacht te geven. Misschien is dat hier? Ja. Op zoek naar een bepaald plaatje? Ja, ik vind dat we te weinig doen met de vechten en te weinig met de boot op de vechten. Mijn eerste plaatje is iets met boot op het water, dat is dan wel Zwolle. Maar het symboliseert natuurlijk de vechten. Dus ik vind dat we meer met evenementen moeten doen op de vechten. Nou, meester Jan. Ja, hallo. Wat voor plaatje ben je op naar zoek? Ik ben op zoek naar een plaatje met een meetlat. Ik vind maatwerk erg belangrijk. Wat voor plaatje ben je naar op zoek? De eerste natuurlijk, de boerderij natuurlijk, moet blijven. De boerderij moet blijven? Niet meegaan, gewoon normaal familiebedrijven. Oké, en wat moet weg? Geen ouders nou weer. Oh. De N340 natuurlijk niet. Mijn positieve plaatje zie je een kasteel en een jager. Ik wou dus aandacht hebben voor landgoederenbeleid binnen de gemeente. Want ook voor landgoederen moet er een plek zijn in de omgevingsvisie. Ja. En wat is dan, er moeten meer landgoederen komen of moeten meer... Ja, meer aandacht, meer ruimte. En landgoed is meer dan alleen bosonderhoud, ja. Is meer dan alleen landbouw, okay. Is meer dan alleen recreatie. Er zit soms, doordat het alle drie samenkomt, een plus in en daar moet ook aandacht voor zijn. Dat er ruimte is voor die plus binnen de gemeente. Die punt, ik vind vooral de tekst vind ik heel goed. Recreatie, motor voor gebiedsontwikkeling. Ja. Dat is een van de belangrijke zaken. Er zijn hier een heel aantal mogelijkheden die op dit moment lopen, waaronder de wandelpadenplan, maar ook de vechten. Er zijn nog veel mogelijkheden voor. Pak dat op als gezamenlijke vechtelgemeente in een breder gebied. En dan kunnen we daar nog heel veel goede ontwikkelingen aan knopen. Dat is verbetering van het centrum van Ommen, maar ook van Dalfsen, Hardenberg in een groter verband. Dus dat vind ik een van de belangrijke zaken. Positief is Ommen is een stad. Had u een plaatje? Ja, heb ik ook. Ja? Okay. Ommen is een stad. Ja. En daar kunnen we trots op zijn, denk ik. Maar maakt het herkenbaar. En dan bedoel ik het centrum van de stad. Ja. Het negatieve daarvan is dat er op dit moment ontzettend veel leegstand is in de omliggende straten. Uh-huh. Ze zijn of dichtgespijkerd of ze zijn leeg. En ik zou me voor kunnen stellen dat je een centrum creëert waarin de kennen zich aangetrokken voelen en ook herkenbaar zijn. Ik zou een van de toegangswegen zou ik de Witharenweg kunnen noemen, of ik zou de Lemelenweg kunnen noemen. Maar zodanig dat de buitenmensen zich kunnen terugvinden in het centrum. Mm-hmm. En als zodanig dus ook aansluiting krijgen met dat centrum. Ik denk dat het dan een positieve uitstraling krijgt, meer dan op dit moment. Positief, zwembad open, ja. Houden. Positief, laat de bootjes maar komen. Welke van de twee wilt u kiezen? We kunnen per want we zitten op 50 man. Welke? Laat de bootjes maar komen. De bootjes komen. En negatief, geen hoogbouw. Oké, okay. Mevrouw. Positief, interessant blijven voor alle leeftijdscategorieën. Dus dat voor alle categorieën leeftijden interessante dingen te doen zijn. Ja. En voorzieningen zijn. En als negatief? Zo min mogelijk verkeer in de binnenstad. Het positief is het mooie landschap dat we rond hebben rondom Ommen. En we moeten zorgen dat het niet verrommelt. Okay. We krijgen steeds meer leegstand in het buitengebied. Ja. Verstopte landbouwers en burgers die terugkomen met kleindieren die graag ook hun dieren willen.
huisvesten en dan niet in containers, maar in passende bouwen. Daar zou de gemeente dus beleid op kunnen maken. En als concrete opdracht gaan we het formuleren als? Zorgen dat het platteland niet verrommelt. De bibliotheek. Dat is heel belangrijk. Schrijven. Ja. Dat mag niet voor. Oké. Okay. Niet sparen. Ik vind dat nou, niet mogen betaald parkeren. En die schijf had u al van huis meegenomen? Nee, die hing daar aan het prikbord. Blij? Nou ja, ik sta te kijken van de creativiteit van mensen. En er zitten een paar uitkomsten bij waarvan ik denk, hé, dat wil ik echt eens horen. Heb je gezien bijvoorbeeld dat Ruud Lubbers zowel bij de ja als bij de nee staat? Nou ja, wat voor verhaal daar dan weer onder zit. Dus ja, ik laat me gewoon verrassen straks. Het valt mij op dat er best wel een lijn, een denklijn in zit. En dat is vooral van wat de mensen in ieder geval willen behouden in Ommen. En dat is natuurlijk, als je beleid maakt en ook in moeilijke perioden zit van bezuinigingen, heel goed om te weten. Van bepaalde dingen, dat is echt Ommen, blijf daar af. En andere dingen, ja oké, okay, moet je in gesprek met mensen, ze kijken van hoe kan het anders, misschien een beetje minder. Dat wordt de kern.